Goedemorgen. Ik ben vroeg uit bed omdat ik aan mijn boek ga werken. En toen was het licht. Het is 9 uur. Ik ben nog lekker aan het werk. De reden waarom ik mijn wekker had gezet zo vroeg is omdat ik straks naar de logopedist moet. En ik heb gewoon mijn beste werkuurtjes in de ochtend. Dus ik ben bang dat als ik bij de logopedist vandaan kom, dat ik dan niet echt meer in de werkmodus ben of kan raken. In ieder geval niet wel werkmodus, maar niet schrijfmodus. Schrijfmodus is echt anders bij mij. Ik kan echt alleen schrijven en redigeren tussen 9 en 1, zeg maar. Dan houdt het echt wel op. Ja, dus vandaar dat ik het even... Ik zat me wel echt te denken hoe luxe mijn leven op dit moment is. Want ik heb al, op een uitzondering na, in geen anderhalf jaar of zo meer een wekker gezet. Meestal word ik gewoon vanzelf wakker om ergens tussen 7 en 9. En dat kan ook vanwege mijn werk. Hoef ik geen wekker te zetten. Wederom op een uitzondering na natuurlijk als ik een afspraak heb. Maar goed. Wel heel prettig. En ik besef me dat het luxe is en heel fijn. En ja, ik ben er dankbaar voor. Echt een dikke tip is trouwens deze playlist van Spotify, Maximum Concentration. Ik weet niet wat het is, maar ik werk er echt super lekker op. Lunch is een restje couscous met groenten. Ik heb het gevoel alsof ik gewoon bijna niet genoeg receptinspiratie met jullie kan delen. Omdat ik alleen maar restjes aan het eten ben. Maar goed, dat is niet anders. Dat is ook duurzame influenza. Ik ben de Love Island, de reunion. Niet de reunion, maar de soort van reunion van alle seizoenen aan het kijken. Zo leuk. Echt, wie is er nog meer Love Island fan? Want het is ten opzichte van bijvoorbeeld Temptation Island is het zoveel leuker dat het juist gaat om liefde vinden en creëren in plaats van alleen maar relaties kapot maken. En het is zo leuk om te zien dat mensen dan door dat programma, dat er nog steeds mensen getrouwd zijn en dat ze een baby hebben en helemaal gelukkig en zo. Dat is toch gewoon te gek. Ja, ik smelt dan echt. Zo ligt een dame toch niet, Ramon. Kijk nou, met die benen wijd. Nou zeg. Hé, hey, meisje. Het is toch echt te leuk, hè? Ben je zo aan het genieten? Boter demonstreert even hoe hij de bank heeft kapot gemaakt. Echt, ik wil nog meer katten. Ik zit dus te denken wat ik moet doen als ik op een gegeven moment ooit een nieuwe of nieuwe tweedehands bank zou kopen. Want ik ben bang dat het lastig wordt om boter nog af te... Hey, er zit gewoon een stuk bank op te eten nu. Ik ben bang dat het lastig wordt om boter nog af te leren dit niet te doen. Want hij gaat dus, zeg maar, hij gaat gewoon helemaal zo... Gaat hij gewoon eronder doorrazen. Maar misschien is een oplossing gewoon dat de bank lager moet zijn. Zodat hij er niet onder past. Dat zou het denk ik al een stuk helpen. Hoe doen jullie dat met katten en bankkrabben en zo? Wat is de beste methode? Want ik vind het echt lastig. Het werkt op zich wel met een waterspuitje. Dan stoppen ze wel met dingen en leer je dat wel een beetje af. Maar ik weet ook nou niet of dat nou de beste methode is per se. Of de meest diervriendelijke. We doen het ook niet zo heel vaak eigenlijk. Al heel dat niet meer gedaan in ieder geval. Hoe voed je een kat op? Dat is een beetje de vraag. Kijk, onze kast is er. Hoe mooi is hij? Ik vind hem echt heel erg mooi. Kijk. Hij heeft dus zo'n schuifsysteem. Dus dat gaat hier zo in. Kijk dan hoe vet. Yeah. Dat is toch tof? Hij is echt, echt heel mooi. Vet blij mee. Deze hebben we dus bij Reliving besteld. Dat had ik een paar dagen terug laten zien. En die gaat dus naar boven. Naar de kamer die we aan het opknappen zijn. Wat een soort van kantoorachtig kamertje is. Ik heb de afgelopen 2 uur in pure stress geleefd.
Omdat er opeens allemaal dingen niet helemaal handig gingen gebeuren. Het is niet Nederlands breien. Nou, er waren in ieder geval wat onduidelijkheden over mijn boek en de planning. En nu zou die opeens een maand later uitkomen. En dat wil ik gewoon echt niet. Dus we zijn nu heel hard bezig kijken wat we met de planning kunnen doen. Om het toch alsnog gewoon 13 april uit te laten komen. Want dat heb ik ook al overal gezegd. En mensen hebben een pre-order gedaan voor 13 april. Dus ik wil gewoon heel graag 13 april. Maar het betekent nu ook dat ik echt volle bak, vol gas vooruit moet. En heel hard aan het werk de aankomende dagen. Wat ik sowieso al van plan was, maar toch. Boter, wat denk je te komen te doen? Gaat het? Nou, dit bedoel ik dus met katten opvoeden, hè? Het loopt gewoon op tafel. Nou ja, er slaapt ook een kat op tafel. Dus wat dat betreft, I'm lost. Anyways, ik merk dat ik echt vet gestrest ben nu. Ik moet echt even weer mezelf kalmeren. Komt vast wel goed. Het komt vast wel goed, maar het was gewoon even. Het is 5 uur. Misschien dat ik dan toch nog maar even aan het boek ga werken. Max heeft een vegan kapsalon gemaakt. Heel benieuwd. Ik had het vandaag, of nee, gisteren op Instagram vroeg ik wat jullie favoriete bordspellen waren. Want ik was gewoon even benieuwd wat men speelt tegenwoordig. Vet veel mensen zeiden Ticket to Ride. Ik heb dat dus echt nog nooit gespeeld. Denk ik, tenminste. Ik ken het niet. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Misschien even kijken of ze die op Marktplaats of zo hebben. Anyways, ik dacht even met jullie mijn favoriete bordspellen te delen. Want volgens mij vinden we dat allemaal heel erg leuk. Vooral nu we natuurlijk veel meer thuis zitten. Dus ja, en het is gewoon zo gezellig. Lekker bordspelletjes doen. Wij doen het ook echt vaak. En ik vind het ook echt een van de leukste dingen om gewoon met vrienden te doen. Dus, oké, hier komen even mijn favorieten. Ik probeer het kort te houden. Oké, dit is de eerste tip. Dat heet Betrayal Legacy. Dat is echt een intens spel. Masha en Gregor en ik en Masha... Nee, en ik en Max... Ja, hebben dat gespeeld op Bali toen we daar een maand waren. 2 jaar terug. Het is... Ja, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen met dit uit te leggen. Maar het is zo intens en heftig. En ja... Je kan dit maar 1 keer spelen, maar het bestaat uit ja, 14 hoofdstukken geloof ik. En ieder hoofdstuk is dan een spel. En dat duurt iets van 2,5 uur denk ik. Dus je bent er ook echt wel een tijdje zoet mee. Het bouwt dus ook op en je moet allemaal dingen scheuren en doen en maken en beslissingen maken. En die hebben dan weer effect op de rest van het spel, hoe je dat speelt en welke kaartjes je wel mag gebruiken en welke niet. En het is echt... Ja, het is echt een heel verhaal, een soort House on Haunted Hill-achtig of zo. Als, ja, misschien. Ik weet niet helemaal of dat klopt. Maar dit is echt amazing. Woehoe. Dan heb ik nog een paar van die escape room spellen. Die zijn altijd leuk. Ik hou echt zo vreselijk van escape rooms. En ik vind het ook echt vreselijk dat we dat nu niet kunnen spelen. Ik weet zeker dat het een van de eerste dingen is die ik weer ga doen als de lockdown voorbij is. Goed, tot die tijd dit dus. Dan ben ik soort van nog steeds aan het leren hoe ik Magic moet spelen. Het is intens, maar het is wel echt heel leuk, vind ik, vooralsnog. Maar ik moet er gewoon echt even beter in worden en tijd in investeren. Dus... Lise, bij deze een oproep. Dan hebben we natuurlijk Carcassonne, wat een heel leuk spel is. Dit is een uitbreiding, maar die hebben we nog niet opengemaakt. Dus dat moeten we even gaan doen, want dat is natuurlijk very, very leuk. Deze is natuurlijk een beetje bitter zoet, maar dit is ook leuk, Pandemic. Omdat je met elkaar tegen het spel speelt. Dus er komt een pandemic, een pandemie in de wereld. En dan moet je met elkaar er alles aan doen om dat ja, tegen te houden. Het is echt heel, heel, heel leuk. Volgens mij kun je het ook met z'n tweeën doen. Ja, dus dat is ook een goede tip voor thuis. Dan heb ik laatst een hele stapel spellen gekregen van
999 Games. En daar zit deze bij. Dodelijke dilemma's. Dat hebben we laatst bij Masha ook, Masha en Gregor, geprobeerd. En dat was ook wel echt heel leuk. Hoe vaak heb ik leuk gezegd deze video? Echt. Dit is grappig. Het is een soort, ja, een soort van Cards Against Humanity-achtige humor, denk ik. Zoiets. Als je dat leuk vindt, dan vind je dit denk ik ook leuk. Verder kan ik nu even niet laten zien, maar 30 Seconds is natuurlijk geweldig. Ik hou van Jenga. En The Mind is echt geweldig. Dat is een klein spel. Ja, ik weet dus niet waar die ligt, omdat ik hem overal mee naartoe neem. Maar dat is een heel klein spelletje. En je leert het echt in 10 seconden. En het is gegarandeerd vet veel vermaak voor, maakt niet uit hoe groot je groep is, wel minimaal 3. Het gaat om telepathie en inschatting en over de ander en zo'n beetje zo kijken van oeh. Nou, ik, slechtste uitleg ooit, maar ik weet gewoon niet hoe ik dat binnen een minuut moet doen. Ja, ik denk dat ik het hier even bij hou voor nu. Ik zal nog even mijn spelletjes plek laten zien hier. Hier heb ik namelijk spellen. Hier zijn spellen. Dat gaat nog naar beneden. Hier zijn nog spellen. Dit zijn puzzels voornamelijk. Ja, en dan heb ik dus nog ergens een tas liggen met spellen die ik altijd meeneem naar plekken. Maar dat, die ben ik nu kwijt ofzo. Nog even een duurzame tip van de dag. Is vandaag dat het wel efficiënt is om je halogeen en gloeilampen te vervangen. Ook als die nog niet op zijn. Voor ledlampen. Want de impact van gloeilampen zit voor 99% in de energie die die verbruikt. Dus beter overstappen naar LED. Sexier kan ik het niet maken. Ik ga slapen, make-up eraf halen, morgen schrijven. Bedankt voor het kijken. Tot morgen!